20 jaar geleden was de Boekentoren totaal niet geliefd. Dat was bij niemand quasi. Het was, er waren een paar uitzonderlijke mensen die zagen dat dit een belangrijk gebouw was. Het groeit. De interesse in dat gebouw is groeiende. En voor ons is dit een bijdrage aan de samenleving om daaraan mee te werken. Om dergelijk soort van gebouwen hun noodzakelijke plek te geven in onze cultuur. Ik heb een afspraak met architect Paul Robrecht. Samen met zijn team tekent hij voor de renovatie van de Boekentoren. Een delicate opdracht. Want hoe ga je om met het werk van een beroemde voorganger als Henri van de Velde? Het genoegen dat het geeft is dat je intellectueel heel dicht bij een bepaald soort van denken van architect komt. Je kan er niet ander uit. Je moet die documenten bestuderen. Je moet het zien hoe hij het toen plaatst. En je moet het naar onze tijd brengen. Je zal niet het grote gebaar Robrecht en Daum zien. Dat willen we ook niet. Maar we zullen voortdurend punctuele zaken in werking stellen, zodanig dat dit gebouw zich veel meer in de universiteitswijk gaat aanwezig maken. Geen groot gebaar dus. Wel een opknapbeurt die nieuwe functies toelaat. Maar hoe doe je dat? Ik zou zeggen, er zijn drie grote dingen die we doen, eigenlijk. We willen absoluut weer die toren en de basisidee blijven gebruiken als een reusachtig kolom in de stad van Boeken. Die toren heeft heel veel problematieken, vooral klimatologische problematieken. En daar moet aan gewerkt worden. Wat we daarin doen is een soort toren in de toren bouwen, zodat we een zeer stabiel klimaat en die toren kunnen creëren om op een goede manier die boeken daar te conserveren. Om dat te kunnen, dat is dan het tweede allerbelangrijkste, maken wij een ondergronds depot onder de binnenplaats, onder de binnenkoer. Dat depot moet later dienen om de meest precieuze documenten in te blijven bewaren. Andere belangrijke ingreep is dat wij die totale huid van het gebouw, die nu een soort van bepleistering heeft, die bepleistering zit er al op van in de jaren 50, om die huid die Van de Velde oorspronkelijk voor ogen had, om die terug te geven, namelijk een beton. De hele buitenkant van de bibliotheek krijgt een nieuwe huid. Eerst gaat er 3 centimeter van de gevel af. En daarna komt er een bekisting om een nieuwe laag beton te gieten. Dit keer van 4 centimeter dik, inclusief een kleine wapening. Het wordt een monnikenwerk. Van die schaal en die hoogte op wereldschaal, denk ik, de eerste keer. Ja. Dus het wordt even spannend natuurlijk. Ja.